En zo zien ze er nu uit. Kijk, vet lekker. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik kreeg afgelopen week, of in ieder geval onlangs, bij de post dit boek van Yotam Ottolenghi. Ik had al een aantal kookboeken van hem. Jeruzalem heb ik geloof ik bovenstaan en Plenty. Maar nu is er dus Sweet. Een boek vol met zoete recepten. Heel erg lekker ziet het er allemaal uit. Ik ben echt super fan van Yotam. Laatst bij MasterChef Australia was er een hele week waarin hij kan koken. Echt super tof. En het leek me wel leuk om voor deze video uit zijn kookboek iets te koken. Check even de beschrijving onder de video als je meer over dit boek wil weten. Wij gaan vandaag in ieder geval aan de slag met de kokosmerengues. Super lekker. Volgens Yotam zijn dit de ingrediënten die we nodig hebben voor de kokosmerengues. Eigenlijk zijn het kokosamandelmerengues, want we gebruiken veel amandel. Ik heb hier amandelmeel. Mocht je dat niet hebben, dan moet je dat zelf even maken van gebrande amandelen. Dat is wel zo lekker. Hier heb ik poedersuiker, geraspte kokos, amandelaroma, kristalsuiker en eiwitten. We gaan eerst even een aantal droge ingrediënten met elkaar mengen. Dat zijn de poedersuiker, de kokos. Nou, eigenlijk zou je de amandelen ook gelijk moeten mengen hierdoor, maar ik gok dat dat niet in mijn kommetje gaat passen. Dus ik pak even een iets grotere kom. Daar doe ik de amandeltjes in. En daar voeg ik dan de poedersuiker en de geraspte kokos aan toe. Even goed omscheppen, zodat deze ingrediënten met elkaar vermengd zijn. En als dit goed gemengd is, zet je dat opzij. Dan gaan we de eiwitten kloppen. Ik heb hier dus twee eiwitten en een goede vetvrije kom van de keukenmachine. Daar mogen de eiwitten in. En deze klop ik met behulp van het garde opzetstuk stijf. Als je merkt dat je eiwitten wit beginnen te worden, voegen we heel geleidelijk ongeveer eetlepel voor eetlepel de kristalsuiker toe. Dan klop je net zo lang door totdat het eiwit echt mooie glanzende pieken heeft gevormd. Als je eiwitten mooie glanzende pieken hebben gevormd, zoals dit, je kunt de kom op de kop houden om te testen of het zo is. Als je eiwitten dan aan de kom blijven plakken, zijn ze goed. Gaan we voorzichtig het amandel, poedersuiker en kokosmengsel mengen met die eiwitten. Ik doe even een beetje rustig aan. Dus je wil natuurlijk niet dat alle lucht uit je eiwitten verdwijnt. En vervolgens spatel je dat met zo'n siliconen spatel heel rustig erdoorheen. Het mengsel wordt wat compacter, daar ontkom je niet aan. Kan ook echt niet anders. Laatste beetje erbij. Zo. En dan haal ik even mijn bakplaat erbij. Die heb ik bekleed met een vel bakpapier. Ik ben ondertussen de oven aan het voorverwarmen op 120 graden. Dat is niet veel, maar merengues moeten ook rustig drogen. Vandaar de lage temperatuur. Met behulp van mijn lepel spatel ik dan flinke hopen van dat eiwitbeslag op de bakplaat. Je kunt ze zo groot maken als je zelf wil. Als je echt grote merengues wil, schep je hele grote scheppen. Wil je ze wat kleiner, dan gebruik je kleinere schepjes. Ik denk dat ik er nou 6, misschien 8 maak uit dit beslag. Hoeft allemaal niet zo netjes, hè? Tenzij je dat wil, dan gebruik je gewoon een spuitzak hiervoor. Ik vind het leuk als ze er wat rustieker uitzien, dus ik doe het lekker slordig. Zoals ik al zei, heb ik de oven voorverwarmd op 120 graden. Daar mogen ze nu een uur in het midden van de oven. Zorg ervoor dat ze niet al te veel verkleuren. Een klein beetje is natuurlijk niet erg, maar je wil ze zo wit mogelijk houden, zoals dit eigenlijk. Een uurtje. Als het uur voorbij is, dan zetten we de oven uit, zetten we de deur op een kier en dan mogen ze nog een keertje een half uurtje extra blijven staan. De merengues hebben nog een half uurtje in de oven gedroogd met de ovendeur een klein stukje open en zo zijn ze er uiteindelijk uitgekomen. Zien er heel goed uit. Beetje korrelig lijken ze te zijn. Maar dat is natuurlijk logisch doordat we amandelmeel hebben gebruikt en geraspte kokos. Dat smelt natuurlijk niet. Om ze nog een beetje op te fleuren heb ik hier een beetje pure chocolade. Die ga ik even smelten in een pannetje op het vuur. En als die chocolade dan is gesmolten, dan drizzle ik die gewoon een beetje over de merengues heen. Hoeft helemaal niet netjes. Hoe rommeliger eigenlijk, hoe beter. Want die merengues zelf zijn natuurlijk ook niet heel chic. Dat maakt ze net even ietsjes leuker om te zien en misschien ook wel wat lekkerder. Zoals je net hebt kunnen zien heb ik de merengues even afgemaakt met een beetje chocolade. En zo zien ze er nu uit. Ze ruiken heerlijk. Ze zien er ook echt heel tof uit. Ik
ben heel benieuwd naar de smaak. Dus ja, cheers. Mm. Super kruimelig. Kijk, vet lekker. Ik proef de amandel echt heel goed. De kokos ook. De chocolade geeft het net een beetje zo'n extra twist. Ik hoop niet dat ik mijn lippen helemaal onder heb zitten. Sorry, als dat het geval is. Maar echt heel erg lekker. Ze doen me een beetje denken aan kokosmacronen. Want die structuur heeft het ook een beetje. Mede dankzij de amandelmeel. Maar echt heel erg lekker. Super leuke variatie op de normale merengues. Een heel leuk, redelijk makkelijk recept uit dit boek van Jotam. Dus zoals ik al zei, check de beschrijving voor de link naar meer info over dit boek. Mocht je vragen hebben over dit recept, laat me dat dan zeker even weten. Ik hoop in ieder geval dat je de video leuk vond om te zien. En hopelijk zie ik je dan ook gauw weer. Doeg!